bij deze nieuwe video. Het is weer maandag, dus het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Ruim op met Saar, mijn YouTube-serie, waarbij ik elke aflevering weer iets ga opruimen. En dit is alweer aflevering nummer 5. De andere 4 staan al online op mijn kanaal. Mocht je ze hebben gemist, ga ze dan zeker eventjes bekijken. In de laatste video heb ik hier heel mijn slaapkamer opgeruimd en gereorganiseerd. En mijn make-up heb ik opgeruimd, schoenen, tassen. En vandaag is het tijd voor skincare, want die heb ik ook een hoop. Ik ontvang ook heel veel in PR. Alleen skincare gaat gewoon niet snel op. Eén crempje doe je echt een half jaar mee of een jaar. Afhankelijk van hoe vaak je het gebruikt, obviously. Ik moet wel zeggen dat ik wel echt veel gebruik. Ik gebruik crèmes, scrubs, serums, echt van alles. En alsnog gaat het gewoon niet snel op. Dus het gaat minder snel op dan dat het binnenkomt. Dus daarom heb ik hier ook echt een hoop. En ja, het heeft gewoon geen nut als ik het gewoon hier allemaal laat bederven. Dus we gaan het gewoon vandaag met z'n allen bekijken en opruimen. Alles wat ik dus opruim en wat is ongebruikt, geef ik gewoon weg aan anderen. Of wordt verkocht of whatever, dat kijk ik allemaal erna wel. Maar wat ik altijd het liefst doe, is dat ik gewoon al mijn make-up en alles gewoon verzamel. En dan één groot pakket maak en dan geef ik die weg of wordt die verkocht of whatever. Dus niks wordt weggegooid of zo. Maak je niet druk. Alles gaat gewoon naar een andere bestemming. En ja, laten we gewoon snel gaan beginnen. Vind je dit nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze opruimvideo. Oké, nou dit is de kast waar mijn skincare in ligt. En dan met name dit hier allemaal. Ik heb per laar heb ik een categorie ingedeeld. En we gaan gewoon alles af. Het is niet alles, maar ongeveer tot aan hier. Zeg maar deze lade hier. Dit is denk ik allemaal skincare. Nee. Of hier ongeveer. Ik weet het niet, maar we gaan het gewoon bekijken. Oké, ik ga beginnen met lade nummer 1. En dit is mijn meest gebruikte la. Want hier zit alles in waarmee ik mijn gezicht cleanse. En ook allemaal van dit soort lipproducten. Lipscrubs, lipbalkjes en van alles. Een heleboel heb ik al heel veel. Ik zie hier micellair water. Die heb ik er maar 1. Dus die hou ik sowieso. Ik heb hier een gezichtsolie. Ik vind die altijd heel fijn, want mijn huid is droog. Maar dit is niet genoeg. Als ik inga met dit, dan moet ik ook nog een extra cleanse doen. En ik ben daar niet echt van. Ik wil gewoon 1 keer cleansen en klaar. Dus vandaar dat ik hem denk ik ga wegdoen. Dan heb ik hier van de Pixi Milky Collectie de cleanser. Hun hele Milky Collectie is echt amazing. Dus deze hou ik. Ik zie hier een hele kleine gel cleanser van L'Occitane. Ik denk dat ik deze weg ga doen, want ik heb gewoon al heel veel. En dit is gewoon iets kleins. Ik heb hier de vitamine E facial wash van Body Shop. Body Shop heeft ook echt de fijnste producten, dus deze hou ik. En hier heb ik van L'Oreal een gel die ook je gezicht reinigt. Even denken, ik heb hier nog een vitamine E wash van Body Shop. Waarom heb ik er 2? Nou, dan gaat er sowieso eentje weg. En ik denk dat ik deze van L'Oreal ook wegdoe. Want ja, ik heb slechte ervaring met skincare van dit merk. Dus ik denk dat ik hem vandaag gewoon wegdoe. Even kijken, ik heb hier nog een kleine make-up cleansing oil van de Body Shop. Ja, dit is dus ook weer zo'n olie. Dus ik denk dat ik deze wegdoe ook. Even kijken, dan hebben we hier wat kleine prul. Ik heb hier ook een gezichtscleanser van de Cure. Maar deze heb ik volgens mij al een keer gebruikt. Ja, kijk, hij is al gebruikt. Dus deze hou ik gewoon puur omdat hij al is gebruikt. Ik heb hier van de Action Overnight Lip Mask. Vind ik altijd heel fijn. Die wil ik wel proberen. Ik heb hier 2 lip bodies van Body Shop. Vind ik ook allebei heel fijn om te gebruiken. Die hou ik ook. En de beste handcremes, echt by far, zijn die van de Body Shop, jongens. Als je een goede handcreme zoekt, deze zijn zo ontzettend fijn. En ik ga hier best wel hard doorheen, want ik gebruik ze echt elke dag. Dus ja, vandaar dat ik ze gewoon alle 3 hou. En hier nog 2 laatste producten. Een gezichtscleanser en van de Body Shop een cleansing butter. Ja, ze zijn allebei best wel klein. Ik denk dat ik die van de Body Shop hou. En deze ga ik wegdoen, deze kleine. Dus dit is dan wat ik hier allemaal hou. En dit is wat ik hier allemaal wegdoe. Oké, we gaan verder met de 2e la. Oké, dit is mijn la met toners. Maar ik heb er ook een aantal lichaamcremes in gedaan. Want de la eronder zijn lichaamscremes. En die la is echt overvol. Dus ik zal eventjes voor nu dit uithalen. En me echt alleen maar richten op wat hier hoort. En dat zijn de gezichttoners. Dit product gebruik ik elke dag nadat ik mijn gezicht heb gecleansed. Oké, ik denk dat ik er al gelijk hier eentje wegdoe. Die van de Kruidvat.
Ik vind het een beetje spannend om een betaalbare toner te gebruiken. En ik heb genoeg andere, dus ik denk dat ik deze wegdoe. Ik heb hier van de Retinol collectie van Apixi ook eentje. Maar de Retinol collectie is gericht op de onrustige huid en dat heb ik niet. Dus vandaar dat ik deze ook ga wegdoen. Deze Apixi Glow vind ik echt heel fijn. Ook zo leuk hier met mijn naam erop. Ik heb er al zo eentje helemaal opgemaakt. Heel deze fles. En dit is de tweede, dus deze hou ik. Ik vond hem heel fijn. Van de Body Shop heb ik de vitamine E versie. Deze wil ik ook proberen. En van Revox heb ik hier ook de Retinol. En ook weer dat is voor de onrustige huid. En dat heb ik niet. Dus ook deze doe ik dan weg. Dus ik hou er letterlijk maar twee, jongens. Is er meer? Nee, ik hou er gewoon maar twee. Maar ja, ik ga best wel snel door twee heen. Zal ik toch gewoon niet van de kruidvat houden en gewoon proberen? Misschien dat het me wel gewoon verrast. Er staat ook op voor de droge en gevoelige huid. En ik heb een droog en licht gevoelige huid. Dus misschien vind ik hem wel fijn. Dus ik hou ze gewoon alle drie. Jongens, die la onder is zo vol dat deze la gewoon niet meer dicht gaat. En dit zijn dan de twee die ik wegdoe. Oké, mensen, dit is de volste la die ik heb. Hij is echt veel te vol. Ik ga hier niet snel genoeg doorheen. Dit zijn allemaal lichaamscremes en zo. Maar ik ga hier gewoon echt niet hard genoeg doorheen. Dus ik ga gewoon echt het een en ander weghalen. Zoals je kunt zien heb ik er een heleboel van de Body Shop. Echt, ik hou van de Body Shop crèmes. Ze hebben ook altijd zo'n lekkere geur. Dus ik denk dat ik voor nu deze drie sowieso hou. Deze zijn identiek aan elkaar, maar gewoon allemaal een andere geur. De Vanilla Pumpkin collectie is echt amazing. Deze geur is echt zo lekker, vooral nu in de herfst en zo. Dus deze hou ik sowieso. Dan heb ik hier, even kijken. Oh, dit is een body scrub. Die heb ik niet heel veel, dus deze hou ik. Jongens, tot nu toe, ik hou van alles. Hier heb ik nog twee van de Body Shop. Ik heb hier een mango. Ik hou niet per se heel veel van mango. Ik vind ook niet een hele vieze geur of zo, maar het is niet echt mijn fave. Dus ik denk dat ik deze ga wegdoen. En ik heb hier Avocado Body Butter. En deze hou ik dan ook. Van Sol heb ik hier ook een lichaamscrub. Nogmaals, die heb ik niet veel, dus deze hou ik. Ik heb hier Mango Body Mist. Nogmaals, mango is niet echt mijn fave, dus deze doe ik weg. Ik heb hier een hele kleine British Rouge Body Scrub. Deze hou ik ook, want door scrub ga ik best wel hard heen. Ik heb hier van Human Plus Kind Body Olie. Ook die heb ik niet heel veel, dus deze hou ik ook. Oké, jongens, wat ga ik nou wegdoen? Ik denk dat ik hier al iets heb wat ik ga wegdoen. Deze doe ik weg, deze crème. Ik heb hier twee body balms van Pixi. Deze zijn identiek aan elkaar, dus ik weet niet zo goed waarom ik er twee heb. Dus eentje gaat sowieso weg. Ik heb hier een mini body milk van L'Occitane. Ik denk dat ik deze wegdoe. Ik heb hier een body balm van Clarins. Die wil ik al zo lang gebruiken, dus die hou ik nog. Ik heb hier een gel. Deze body gel is zo fijn, vooral als je een droge huid hebt. Echt heerlijk. En vooral in de zomer is die ook heel fijn. Ik heb hem al gebruikt. Dus deze hou ik. Jongens, ik hou alles. Even kijken. Ik heb hier nog een body lotion van Body Shop. Heb ik die gebruikt? Nee, deze is ongebruikt. Ik denk dat ik hem wel gewoon hou. Ik hou alles. Wat is er mis met mij? Oké, hier heb ik, even kijken, een body milk. Nee, ik doe die denk ik weg. Hier van Rituals heb ik de Skin Brightening Face Scrub. Dit is een gezichtscrub. Ik weet niet waarom die hier is. Of heb ik die hier altijd? Geen idee. Ik denk dat ik de gezichtscrubs ook gewoon hierin hou. Hier heb ik een hele grote body butter van Revlon. Of hoe je het ook zegt, maar die doe ik weg. Dan heb ik hier weer van de Body Shop body lotion. Deze hou ik, want dit is een uniek product waarvan ik er maar één heb. En hier nog iets van Clarins. En die hou ik ook, want deze wil ik ook proberen. Nou jongens, ik kan niks wegdoen. Wat is dit? Ik heb hier van Pixi de Hydrating Peel. Deze is al vaak gebruikt, zie ik. Ik denk dat ik die ga opmaken en dan hier weg kan doen. En hier nog een scrub, een masker. Dus die hou ik ook. Hier heb ik van Clarins de Body Scrub. Hou ik. Van Revlon heb ik hier Cleansing Scrub. Oké, nou heb ik wel echt veel scrubs. Ik dacht dat ik ze niet veel had, maar ja, ik denk dat ik gewoon die weg doe. Want ik heb er hier nou echt al heel veel. Wacht even kijken. Oh nee! Dit is echt een hele fijne scrub. Ik heb al zo'n pot opgemaakt. Oké, nee, deze hou ik ook. Ik kan niks wegdoen, wat is er mis met mij? Ik heb hier een mini lichaamscrub. Nou, dan doe ik die wel gewoon weg. Hier is nog een body scrub. Is die gebruikt? Ja, deze is gebruikt. En hier van Clarins een body lotion. Deze hou ik allemaal. Oké, ik hou nou op zich best wel veel gewoon. Ik ga toch even kijken of ik nog iets ga wegdoen.
Oké, ik denk dat ik de Soul Scrub ook wegdoe. Oké, nou is het alsnog hier best wel vol, maar wel iets minder. En dit allemaal is dan wat ik hier heb weggedaan. Op zich toch nog wel wat. Oké, dan ga ik verder met de lader onder. En dit zijn allemaal gewoon crèmes. Gezichtscrème, nachtcrème, dagcrème, etc. Ik ga beginnen met even kijken wat ik gewoon hier gelijk heb. Kanye de Glow dagcrème. Ik heb een hele toffe, droge huid. Dus overal waar Glow op staat wil ik gebruiken. Dus deze hou ik. Ik heb hier van Florena Hydrating Day en nachtcrèmes. Ik heb niet heel veel nachtcrèmes. En aangezien ik dit ook als dat kan gebruiken, hou ik hem. Kanye heb ik hier de Rose Crème. Even kijken, dan heb ik er twee. Ik denk dat ik deze dan wegdoe en de groene hou. Van Florena heb ik een Anti-Age Day Cream. Nou, zo oud ben ik nog niet. Dus ik denk dat ik die weg ga doen. Ik heb hier van Olay de Retinol Crème. Dit is een nachtcrème, dus die hou ik. Alle nachtcrèmes hou ik echt sowieso. Ik heb hier ook een mini Estée Lauder. Een nachtcrème hou ik ook. En ik heb hier van Kies ook een crème. Maar ik heb nog nooit iets van Alicia Keys de lijn gebruikt. Dus ik wil hem wel proberen. Even kijken. Ik heb hier een crème van de Pussy Shop. Ik denk dat ik die wegdoe. Van Revox heb ik hier ook het een en ander. Ik denk dat ik de Argan hou, want dat vind ik wel fijn voor mijn droge huid. En ik denk dat ik dan deze andere twee gewoon wegdoe. Oké, hier heb ik een lifting crème. Anti-age is ook wel weer anti-age, maar ja. Ik heb ook wel weer iets van je kunt niet vroeg genoeg beginnen, dus deze hou ik. CBD gezichtscrème. Ik hou hier niet zo van, dus deze doe ik weg. Hier heb ik een potje van de Body Shop. Vitamine C. Deze hou ik. Ik heb hier van Clarins, hou ik ook. Want ik hou van alles wat van Clarins is. Van Nivea, de Anti-Spot dagcrème. Deze doe ik weg. En hier nog eentje van Feed Your Skin, doe ik ook weg. Dus dit is dan nog het enige wat ik hou. En dit allemaal doe ik weg. Echt een hoop hier weggedaan. In de la daaronder zitten al mijn serums. Die heb ik ook een hoop, want ik gebruik ze echt elke dag. Maar toch kan er denk ik wel echt het een en ander weg. Eentje die ik echt wil houden van Florena. Deze ruikt ook echt heerlijk, dus deze hou ik. Ik heb er hier eentje van Biodermal. Nogmaals, als er Glow op staat, dan hou ik het. Dus deze hou ik. Ik heb er hier eentje van Biokelsia. Is ook heel fijn om te gebruiken. Filorga heeft echt de beste skincare ever. Het is wel allemaal duur, maar wel echt heel fijn. Dus deze hou ik. Ik denk dat ik van L'Oreal wegdoe. Ik heb hier ook weer een heleboel van Revox. Deze had ik allemaal ontvangen in PR. Maar het is denk ik wel echt een beetje te veel, jongens. Kijk even hoeveel ik er heb. Oké, ik denk dat ik er drie hou. Twee doe ik weg. Die mij iets minder aanspreken. Ik heb er hier twee van Olay. Eentje is voor overdag en eentje voor in de nacht. Dus ik denk dat ik ze allebei hou en dan gewoon een keer allebei ga proberen. Hier heb ik iets heel kleins van L'Occitane. Deze gaat wel snel op. Dus ik hou hem gewoon en dan maak ik hem gewoon snel op. Ik heb hier een aantal Hyaluron flesjes van Revel. Gebruik ik niet echt, doe ik weg. Nog iets van Revel kan ook weg. Hier heb ik er eentje die hydrateert. Deze hou ik. Ik heb hier van Catrice volgens mij ook het een en ander. Ik denk dat ik deze ja, gewoon allemaal wegdoe, jongens. Hier heb ik van Kruidvat. Deze doe ik ook weg. Van Dr. Botanicals. Deze hou ik. Is een fijn merk. En ik heb er hier nog twee van de Body Shop. Deze is echt amazing. Dus deze hou ik. En een oogserum gebruik ik bijna nooit. Maar mocht ik het willen gebruiken, dan heb ik er één. Dus dit is dan wat ik hou. En dit wat ik alvast heb, doe ik allemaal weg. Oké, mensen, dit is dan wat ik allemaal wegdoe. Het is echt een hoop. En zoals ik al zei in de intro, ik kom hier gewoon niet snel genoeg doorheen. Dus alles wat is ongebruikt, gaat naar iemand anders. En alles wat is gebruikt, geef ik aan mijn moeder. Nou, dit was het dan. Dit was aflevering 5, waarin ik al mijn skincare heb opgeruimd. Ik hoop dat jullie het zoals altijd weer heel leuk vonden om te zien. Let me know beneden in de reacties. En er komt denk ik hierna nog slechts één ruim op met Saar aflevering. Dus we zijn al bijna klaar. 1 of 2. Ik weet het nog niet zeker. Maar we zijn in ieder geval al bijna klaar. Maar ik vind het echt zo leuk om deze video's te maken. I love it. En ik hoor ook altijd van jullie dat jullie het ook heel leuk vinden. En daar ben ik echt heel blij mee. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!